Hallo kijkers van Ultrame 97 en welkom weer terug bij een nieuwe aflevering van Assassin's Creed Brotherhood. Vandaag gaan we weer verder met onze tour. En voor de mensen die niet weten wat is onze tour, nou dat is gewoon heel simpel. Onze tour is gewoon letterlijk een tocht langs alle icoontjes die we nog te doen hebben in de kaart. Dus daar gaan we vandaag weer verder mee. En we beginnen natuurlijk met een hele mooie uitkijkpunt. Oh, en een vlag. Daar beginnen we ook mee, want ik zie dat hier een vlag is. Oké, in ieder geval... Nee, ja, goed. Zo, het is heel mooi. Oké, en dan is hier dat uitkijkpunt. En verder heb ik ook nog eventjes wat aantal ideetjes voor vandaag. Over, hoe ga ik het zeggen? Over economische dingen. Dat, jullie begrijpen het waarschijnlijk nu nog niet, maar dat komt wel. In ieder geval, Secret Sites. Je komt een beetje laat aanzetten, muziekje. Oké, en... duiken. Oké, maar in ieder geval, wat zei ik nou? Economische dingen. Nou ja, economisch is het niet op zich correct, maar... ja, in ieder geval, weten jullie nog dat we in Assassin's Creed 2 een villa hadden waar we allemaal makkelijk konden shoppen, allemaal dingen bij elkaar? Voor de mensen die dat nog weten, wij gaan het hier even recreëren. Ik heb namelijk de vorige keer gezien dat... toen ik nog even op de kaart keek, heb ik gezien dat er allemaal gebieden zijn. Dus als we dit allemaal winkels in de buurt van mijn schuilplaats zijn, dus als we die allemaal renoveren, dan ja, dan hebben we gewoon alle winkels makkelijk bij elkaar. Bij kleermaker kun je kleding kopen, oké. Doe je meer, als je kleermaker renoveert, krijg je een korting en wordt het aanbod uitgebreid. Oké. Dus wordt het niet meer per sequentie uitgebreid of wordt het nu serieus per wat je maakt uitgebreid? Nou, ik ga nu nog niet shoppen. Ik vind het heel mooi, gozer, maar ik ga nu nog niet shoppen. Want ik heb geen ene rode cent op te shoppen als ik hierna alles gerenoveerd heb. Oké, dit even renoveren. Oké. Selected works from the lesser masters of Umbria have been carefully collected. Ja, jij mag zelf naar Arumbia of ik dat hoe wil. Ik ga gewoon even hier shoppen. Of nou ja, winkels kopen. Niet shoppen van de winkels. Nee, ik Ezio koopt winkels in plaats van die dingen gaat kopen van de winkels. Even kijken. En dan is hier nog een smederij. Oh, er is hier ook een dokter. Mooi, dan hebben we echt alles. Maar ik had alleen verwacht dat we de dokter misten, maar. Nee hoor, we hebben gewoon alles. Nu hoop ik dat we genoeg geld hebben om alles simpel genoeg te kopen. Met andere woorden, ik koop eerst even de bank. Dan kunnen we daar geld van halen. Oh, dat betekent ook dat we sneller geld kunnen ophalen omdat we de bank hebben. Oké. Ja. Of had ik die bank echt wel nodig? Hoppakee. Oké, en ja, gozer, ik ga nu wel met jou praten, want jij verkoopt mij niks. Nee, jij geeft mij geld. Dat is toch het mooiste. Boekhouding, ja, dat maakt me allemaal niet heel veel uit. Investeringen. Kan ik in jou investeren? Veilig. Verwachte inkomsten. Minder dan wat ik ervoor ga betalen. Ben niet gek. Ik betaal jou 800, 950 en jij geeft mij 800 terug. Tuurlijk. Oké. Dit even kopen. Onderzoeken. Oké, 800. Wat betekent die witte vierkantjes door mij? Dat weet ik ook weer niet. Wat betekent die witte vierkantjes? Jongens, zet het even in de comments neer. Ik begrijp het niet echt. Want de rest heeft geen vierkantjes om het heen. Alleen die andere wel. Misschien zijn dat speciale dingen, weet ik veel. Oké, dokter. Mooi, en dan hebben we een beetje een soort Mondragoni gerecreëerd. Met alle winkels vlak bij elkaar. Weet je, ik ga zelfs nu een beetje shoppen. Ja, ik ga gewoon even nu een beetje shoppen.
Weet ik niet. Ik weet niet wat een position is. Een position, dat weet ik wel. Maar een position, dat weet ik ook niet wat het is. Misschien dat het iets heel erg is. Dat zou best kunnen. Oh, 918. Dan krijg ik 1000 terug. Nou, dat is een goede deal. Gozer, ja, dat is gewoon $200 extra geven. Dat is Auf Wiedersehen is geen Frans. Frans. Is geen Frans, gozer. Auf Wiedersehen is gewoon heel simpel Duits. Auf Wiedersehen is Duits en niet Frans. Sorry, maar ik moet jou even corrigeren. Want... Nee, het is jou nee. Auf Wiedersehen is Frans, tuurlijk. Misschien heeft Frans dat gezegd. Maar dan moet je Frans even een flinke... toespreken dat het geen Frans is, maar dat het Duits is. Oké. Oh, dit kunnen we nog kopen. Hoppakee. Even kijken, wat kunnen we nog meer kopen? Winkelmissies. Geloof. Oh, misschien betekenen die witte dingetjes dat er een soort missie is. Dat kan ook. We moeten allemaal spullen verzamelen. Ja, ik ga er niet echt naar zoeken. En wat geeft mij dit? Oplichterij. Dan geeft mij dat. Oké, munitie. Oké, dit even bijkopen. Kogels. Koop ook maar bij. En dan hebben we geen geld meer over. Dus waarom zou ik nu gaan kijken wat het allemaal is als ik geen enig geld meer over heb? Nee, dat klopt. Geld stinkt inderdaad niet. Oké, deze gozer geeft me geld. Dus, achter hem aan. Geld ophalen. Kom hier jij. Ik wil mijn geld. Of nou ja, ook al is het niet mijn geld, want je hebt echt niks bij mij kunnen stelen, want je was nog niet eens bij mij in de buurt. Ik wil wel gewoon geld hebben. Oké, hij gaat daar naar beneden. Plons. Ja, nou, die gozer is dood. Oké, nou, dan krijg je ervan van, om dief te zijn, hè. Dan gaat het een keertje mis. Dan moet je niet bij de verkeerde gozers proberen te gaan stelen. Oké, maar hoe zit het verder hier? Oh, allemaal Romulus dingen trouwens hier. Schat van Romulus. Romulus. Ja, ik weet dat het Romulus zijn. Omdat wolven, dat lijkt hier wel een beetje op. Dus ja, en wolven waren Romulus. Oké, weet je wat? We doen nog eventjes zo'n ding. En dat vind ik toch weer mooi geweest. Ga ik goed? Nee. Nee, ik ga gewoon niet goed. Wacht even. En doe ik dat even ook weer mooi geweest? Nee. Ik vind het dan niet mooi geweest, want we hebben nog genoeg tijd. Hoe lang denk ik dat ik hierover ga doen, Daniel? Hoe lang denk je dat je daarover gaat doen? Dan ga je echt geen 7 minuten over doen. Ik ben niet goed in tellen op dit moment. Nee, zo lang ga je er niet over doen. Dat is heel erg slecht tegenover mezelf. Ik denk dus dat ik dit heel slecht ga doen. En daarom dat ik dus daar veel tijd voor nodig heb. Nee, we gaan dit gewoon heel goed doen. En ja. We gaan het gewoon heel goed doen en dan feest vieren, weet ik veel. Nee, het is zo los. Goed zo. En dan gaan we die kant op. Oh god, daar staat die bewaker. Oh, maar die ziet me niet. Oké. Blinde bewakers, altijd goed. Blinde bewakers zijn altijd goed. Oké, doorlopen. Maar ik vind het wel leuk dat we, zeg maar, shops bij de hand hebben. Ik bedoel, dat plaatje. Ik denk dat we dat gewoon kunnen schatten als... de schuilplaats kunnen we gewoon schatten als ons hoofdkwartier. Nou, het is gewoon ons hoofdkwartier. Wat zeg je nou weer allemaal? Oké, daar is die gozer. Oh god. Hit a knife. Throwing knives. Waar gooi ik op? Hoppakee. Neer jij. God, dan heb ik weer... Heb ik weer twee dingen verspild. Dat is puur verspilling. Oké, even onder. Water. Onder water. Oké. Boven water. Klimmen.
Oké, ga je weer lopen, dan kan ik je makkelijk naar beneden halen. Ga je lopen, ja, ja. Ja of nee, wou ik zeggen. Nee, hij gaat gewoon lopen. Moeten we even wachten. En als hij dan voorbij komt, hoppakee, naar beneden. Oké, 3, 2, 1. Hoppakee, naar beneden. Hoppakee. Naar beneden, jullie. En vlug maar. Oké, nu moeten wij die toren even plat gooien. Of afbranden, hoe je het ook wil zeggen. Nee, ik denk dat we toch wel tijd straks over hebben nadat we deze toren hebben gedaan. Dus we zijn helemaal niet klaar. Ik vind het dan helemaal niet mooi geweest naar deze toren. Of het kost me echt 5 minuten om hier naar boven te komen. Wat lijkt me heel erg sterk trouwens dat het me zo lang gaat duren. Nee, ik denk niet dat het zo lang gaat duren die toren in te komen. Wat zag ik daar? Wat zie ik hier? Oh, ik dacht dat ik zo'n ding zag. Oh, dit is ook ons enemy. De vlag is onze enemy. Ha, vlag. Ik ga je vermoorden. Ha. Denk ik. Weet ik veel. Hoe kan je een vlag vermoorden? Want mijn vlag leeft niet. Dus je kan hem niet doodmaken. Mijn vlag leeft niet. Dus ja, iets wat je niet leeft kan je niet vermoorden. Even kijken, waar is dit? Daar. Oké. Naar beneden. Naar beneden. Oké, synchronize. Ah, mooi. Het muziekje is eindelijk weer eens een keer op tijd. Oké, dan gaan we terug. En steek me aan. Oké, dat is ook weer gebeurd. En weet je, we hebben nog wel even tijd voor een uitkijkpuntje. Want ik zag dat hier in de buurt ook nog een uitkijkpunt is. We kunnen ook dit ding pakken. Laten we dat gaan doen. We gaan gewoon dat ding pakken. Maar ik bedoel, dat ding is er nu bijgekomen. Dus ja, het lijkt me wel een goed idee om dat ding er nu bij te pakken. Beter later nooit. Of beter vroeg dan helemaal niet. Laat ik het zo zeggen. Oké, oh, hier is trouwens ook een Romulus ding erbij gekomen. Oké, nou, let's do this. Laten we dat ding erbij pakken. En ook nog even dat uitkijkpunt doen. En dat vind ik ook weer mooi geweest voor vandaag. Maar dan zitten we wel op de tijd. Ga je dit menen? Oh god, Ezio mag geen bodem gestolen. Dat was niet de bedoeling. Ga niet aan jij. Dat was niet de bedoeling, om hem te doden. Maar oké. Kijk, dat was wel de bedoeling. Ja, net zo vind je het volk niet echt voor je als je het volk vermoord. Zo help je ze niet echt. Nou ja, tenzij ze echt heel erg ziek zijn. Maar ik denk niet dat ze uit waren op zelfmoord. Net zo. Dus nee. Nee, en dat moet sowieso niet. Je moet niet uit zijn op zelfmoord. Zelfmoord is geen goed ding. Ik wil het er niet eens over hebben. Oké, in ieder geval, renoveren dit ding. En waarom ik het niet over wil hebben, dat, ja. Dat zijn mijn eigen. Dat is mijn eigen mening, laat ik zo zeggen. Want ik vind het geen fijn onderwerp om over te hebben. Oké, in ieder geval. Even kijken, kan ik erbij? Ja. Dit ding hebben we. Dit ding hebben we. Dit ding. 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 Ja. Nou, we gaan goed. Dat is het enige wat ik op dit moment even kan zeggen. Van onze prestaties. Oké, dan pakken we nog even een uitkijkpunt. En dan vind ik het ook weer mooi geweest. Dan gaan we de volgende keer wel verder met onze tour. In dit gedeelte. Maar dat doen we de volgende keer wel. Oké, even door. Centrum voor 25% gerenoveerd. Mooi. Mijn bedoeling is trouwens niet om alles te renoveren, jongens. Als ik iets tegenkom wat ik misschien kan renoveren en ik heb het geld ervoor. Plus ik heb het zin erin om het te renoveren. Dan gaan we het renoveren. Anders echt helemaal totaal niet. Oké, hier even langs.
Hoppakee. Even dat uitkijkpunt pakken. En dan vind ik het ook weer mooi geweest voor vandaag. Want ik zie alweer dat we op de tijd zitten. Maar ja, dat uitkijkpunt, dat is niet zo heel moeilijk, neem ik aan. Nee, waar is het uitkijkpunt? Mag je dat weten? Het is misschien ook wel een leuke informatie om even te weten waar het is. Ik weet niet wat Ezio aan het doen is, maar Ezio, nee, dat is niet de bedoeling op vandaag. Op vandaag, of voor vandaag. Hoe je het ook wil zeggen. In ieder geval, laten we even dit uitkijkpunt doen. En dat vind ik ook weer mooi geweest. Oké, waar is het uitkijkpunt? 83 meter verderop. Is het daar? Daarboven. Ezio, kom op, gewoon even meedoen. Even kijken, waar is het? Oh, het is daar. Oh, oké. Oké, doorlopen. Wat is dit trouwens voor plaats? Een soort villa? Weet ik veel wat het is. Maakt op zich ook niet heel veel uit wat het is. Zolang ik er maar bovenop kan komen om dat uitkijkpunt te pakken. En dan vind ik het goed zo. Oké, hoppakee. En hier omhoog. En dan hier nog even omhoog. Dat is een kerk. Dit is een kerk, dat weet ik heel zeker. Want ik kan het een beetje herkennen. Ik zie dit een beetje als een kerk. Oké. Hier door. Hier langs. Oh, dit is een simpele toren. En synchronize. En jump. En kijk eens, ik zie alweer dat we op de tijd zitten. Dus dan ga ik tegen jullie zeggen, kijk eens hoe even blijft mogen. Maar mij helpt kanaal mee. Abonneer als jullie niet zijn geabonneerd. Voor mij nog maar één zeggen. Het is doei.